Yo mensen, daar ben ik weer met de nieuwe aflevering van Haaland de Sloper. En vorige aflevering heb ik ziek veel coins verdiend. Dat is echt niet normaal, namelijk 50.000 coins heb ik op dit moment beschikbaar. Dus dat is wel erg nice. En daarmee kunnen we natuurlijk wel een paar goede upgrades doen. Bijvoorbeeld Ødegaard, die was 47.000 coins. Dat is volgens mij op dit moment de duurste speler die ik heb toegevoegd. Haaland is duurder, maar ik heb altijd Haaland in mijn team. Dus buiten Haaland om is Ødegaard dan de duurste. Maar in deze video kunnen we dus een nieuwe duurste kaart toe gaan voegen. Dus dat gaat heel nice worden. Verderop in de aflevering gaan jullie zien of het me gaat lukken om die speler dan voor elkaar te krijgen. Want daarvoor heb ik nog iets coins nodig. Maar we hebben ook een challenge in de comments gekregen, waardoor we ook die speler kunnen krijgen. Oh, ik kan het al eigenlijk verklappen. Ik hoef het niet geheim te houden. Namelijk Kevin de Bruyne wil ik graag toe gaan voegen. Zometeen zijn er ook nog wat comments over, dus dat is ook erg leuk. Maar hoe dan ook, Kevin de Bruyne moet toegevoegd worden in deze aflevering. Als dat niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Nee, maar we komen erachter. Maar voordat we zeg maar de comments erbij gaan pakken en gaan spelen en de challenge gaan doen met Kevin de Bruyne, gaan we eerst het rad erbij pakken. Want elke 1000 likes is natuurlijk 1 gratis pinpunt aan het rad. En de vorige aflevering hebben we 1600 likes gehaald. Gelukkig mogen we dat nog naar boven afronden. Dus dan mogen we nu 2 keer gratis aan het rad draaien. Maar het zou mooi zijn als we de 2000 likes kunnen halen. Dan weten we in ieder geval zeker dat we de volgende aflevering 2 keer kunnen gaan spinnen. Dus doe allemaal dat duimpje omhoog. Wordt gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn mooie video's. En ja, dat wil je. Ja, of niet. Nee, maar als je wel op de hoogte wil blijven abonneren natuurlijk. Maar laten we maar 2 keer gaan spinnen. En waar beginnen we mee? 10.000 coins. Let's go. Oké, dat betekent dat we nu al 60.000 coins hebben. En dan kunnen we sowieso Kevin de Bruyne al kopen. Maar ik heb ook een challenge. En die ga ik zo meteen even opnoemen. En dan zouden we eventueel gratis Kevin de Bruyne kunnen upgraden. Dus dat zou helemaal nice zijn. Maar eerst nog een keertje spinnen. Wat gaan we nu krijgen? En we krijgen nog 1000 coins erbij. Nou, ik vind het dikke prima. Toch weer even 11.000 coins in de pocket. En dan hebben we nu 61.000 coins die we mogen uitgeven. Ik zou even snel kijken hoeveel de Bruyne ook weer was. Volgens mij was die 58.000 coins of zo. Oh nee, hij is nog goedkoper ook nog. Hij is 47.000 coins. Dus we kunnen makkelijk Kevin de Bruyne toevoegen. Maar zoals ik al zei, we hebben ook een challenge waardoor we hem misschien gratis kunnen krijgen. Want aan het eind van de vorige aflevering had ik een challenge gespind. En ik had aan jullie gevraagd om een goede challenge achter te laten in de comments. En Sieben die zei dit. Challenge geeft 2 assisten met Haaland en je mag gratis de Bruyne toevoegen. Leuk zo dat Jordan de Team Bouts Army. En dat vond ik wel echt een leuke challenge. Want Haaland is natuurlijk degene die zelf altijd scoort. In ieder geval, hoe vaak heb ik gescoord? Ik heb in totaal 9 keer gescoord in 5 wedstrijden met Haaland. Met deze inform versie. Maar ik heb maar 1 assist gegeven. Dus ik vind het inderdaad een leuke challenge. Ik moet 2 assists geven. En omdat de Bruyne natuurlijk de assistkoning is, mag ik hem dan gratis toevoegen. Dus misschien gaat dat lukken. Dus ik wacht nog heel even met het kopen van Kevin de Bruyne. Maar het is in ieder geval goed om te weten. Stel ik haal de challenge niet, kan ik hem alsnog kopen met de coins die ik heb. Maar stel ik haal de challenge wel, mag ik gratis de Bruyne toevoegen. En dan eventueel nog een extra speler met de 60.000 coins die ik heb. Kan ik dan erbij kopen. Dan kan ik echt 2 zieke spelers kopen voor in mijn team. Nou, dat zien we zo meteen. Eerst gaan we nog even door naar volgende comments. Hier was een comment van Evreem, zo moet je denk ik zeggen. Verander je manager, dat helpt ook voor chemistry. Leuk zo dat jullie dit ziet. Bouts Army. En dat klopt inderdaad, want ik heb nu eentje van de serie A. En dat is helemaal niet zo handig. We kunnen natuurlijk ook een contract toevoegen. Of nee, dat hij voor een andere competitie speelt. Ik denk als ik de Premier League heb, dat al heel veel scheelt. En ik heb nu de Premier League en nu heb ik 33 van de 33. Nu heb ik niet goed opgelet of ik dat net ook al had. Maar ik heb dezelfde manager, maar nu dan voor de Premier League. Dus dat is inderdaad gewoon een betere optie. Dus dankjewel even voor de reminder. Gaan we door naar de volgende. Dit is een nieuwe mijlpaal. En dit is al voor het geval dat ik de Bruyne ga krijgen. Een leuke mijlpaal vanaf je de Bruyne hebt. Dus ja, die ga ik krijgen deze video. Geef 15 assisten met de Bruyne op Haaland en dan krijg je 50.000 coins. Leuk zo dat jullie dit ziet, Bouts Army. Bedankt allemaal voor de likes. Ja, hij heeft echt ziek veel likes gekregen. En ik vond het inderdaad ook een goed idee. Ik ga het alleen wel iets anders doen. Want het is heel moeilijk bijhouden voor mij.
hoeveel assisten de Kevin De Bruyne op Haaland heeft. Dan moet ik dat elke aflevering goed bijhouden. Terwijl dat we ook kunnen doen, bijvoorbeeld onder 10 assisten met zeg maar Kevin De Bruyne krijgen we 10.000 coins. Hetzelfde met Haaland. Elke 10 goals met Haaland is 10.000 coins. Dat is nu ook een mijlpaal. Dus elke 10 assisten met Kevin De Bruyne is ook 10.000 coins. Dus die ga ik even toevoegen. Zo, ik zal even een screenshotje maken en die komt nu even in beeld. Dus ik heb elke 5 hat-tricks met Haaland is 50.000 coins. Dat is echt ziek veel. Ik heb er op dit moment 2. Elke 10 goals met Haaland is dus 10.000 coins. En elke 10 assisten met Kevin De Bruyne is ook 10.000 coins. Alleen moet ik natuurlijk eerst dan even Kevin De Bruyne toe gaan voegen. Ja, maar dat is wel een goede mijlpaal. Dus dankjewel daarvoor. Dan hebben we nog één laatste comment en dan gaan we echt spelen. Hier, Ryan, die zei dit. Hoe lang ga je door met deze serie? Want ik wil niet dat het stopt. Nee, we gaan voorlopig nog echt wel een tijd door met deze serie. Ik vind het tot nu toe erg leuk, dus we blijven het zeer zeker weten doen. Ik denk dat ik net zo lang doorga totdat de nieuwe FIFA uitkomt. Dus dat duurt nog wel eventjes. Dus je hoeft daar geen zorgen over te maken. En ik heb op dit moment op mijn account ook nog 1,2 miljoen coins staan volgens mij. Dus we kunnen ook voorlopig nog even door met de coins die ik heb. En als ik echt een keertje in coinsnood kom, nou dan kunnen we tegen die tijd wel een keertje kijken hoe ik het ga doen. Maar op dit moment prima. Kijk, ik heb nu 60.000 coins verzameld voor deze serie. Maar ik heb in totaal echt 1,2 miljoen. Dus voordat we daar zijn, dan zijn we al wel ietsjes verder. Een beetje stom. Ik heb per ongeluk het team van mijn tegenstander geskipt. Ik vind dat altijd wel even leuk om te zien. Ja, maakt niet uit. We gaan er het beste van maken. Nou, Haaland, daar gaat hij. Dan moet hij nu afkappen en dan tik je voor. Of dat gaat niet helemaal goed. Oké, als we nu scoren hier, dan heeft Haaland wel een assist. Oké, dat lukt nu niet. Maar ik moet het op deze manier wel een beetje doen. Gewoon niet meer met Haaland de acties maken, maar Haaland de acties daarvoor laten maken. Oh, dat deed hij goed. En dat is een goede goal. En dan staan we 1-0 achter. Oké, Dembele. Oh, hij speelt voor Champions. Hij heeft Weekend League gespeeld. Oké. Het is denk ik wel een speler die wel redelijk wat FIFA speelt. Ik vind hem ook wel een stuk beter dan de tegenstanders die ik een beetje in de vorige afleveringen had. Dus dit gaat hem wel iets ingewikkelder worden. Laat staan dat ik 2 keer een assist ga krijgen met Kevin De Bruyne. Nou, je weet nooit natuurlijk. Het zou kunnen lukken. Maar ik denk dat het een hele pittige gaat worden. Oké, hier, Haaland. Oké, hier op Foden en dan het schot. Oh, die had hij moeten scoren. Dan had Haaland gewoon een assist gehad. Jongen. Oké, dat was de eerste grote assistkans van Haaland. Ja, ik moet niet zelf scoren met Haaland. Nou, dat is trouwens ook geen probleem, scoren met Haaland zelf. Want dan mogen we in ieder geval zo meteen wel aan het rad spinnen. En dat zou ook nice zijn. Dus een goal met Haaland is alsnog niet verkeerd met 2 assisten. Zou nog mooier zijn. Even rustig aandoen, tikje door. Oké, dit gaat hem worden, denk ik. Ja, weet ik niet helemaal zeker. Hoop ik natuurlijk. Hier tussendoor. En dan hier door het midden. Ah, dat ging niet helemaal goed. Oké, hier tikje door op Haaland. Nou, ik moest nu wel met Haaland. En hij schiet hem naast. Bro, als je dan zo'n kans krijgt, moet je wel erin schieten. Oké, het is op dit moment een redelijke wedstrijd voor mij. Want ik begin wel mijn kansen te krijgen. Maar ja, dan moet ik ze ook wel gaan afmaken. Want anders wordt het alsnog niks. Oké, de scheids heeft afgefloten voor de eerste helft. We staan nog steeds 1-0 achter. Ik ben benieuwd naar de kansen. We hebben maar 2 schoten gehad. Oké. Dat is nog minder dan dat ik had verwacht. Ik had niet verwacht dat we heel veel schoten hadden gehad. Maar 2 is wel echt heel erg weinig. Nou, ik hoop dat we de tweede helft even kunnen scoren. Ik denk dat ik nu iets minder geforceerd ga spelen, zeg maar, met Haaland. Dat ik een assist met hem wil maken. Want Haaland moet juist de goals maken. En omdat ik juist probeer een assist met hem te krijgen, wil het gewoon juist wat minder lukken. Dus we gaan nu gewoon even gewoon spelen. Eerst een keertje scoren. Kijken of dat überhaupt gaat lukken. Nee. Oeh, dat kwam niet goed door. En een goede redding van mijn keeper. Oké, dat was weer een beetje de eerste kant van mijn tegenstander nadat hij heeft gescoord. Dus dat viel op zich wel mee. Het was alleen wel meteen een hele grote kans. Maar ja, nu kan ik er misschien ook uitkomen. Hier tikje tussendoor. En Foden, dat was net wel buitenspel. Bro, net een fractie te laat gegeven. Oh, nou daar gaat Haaland van mijn tegenstander en een goede redding van de keeper. Ik had trouwens eventjes op start gedrukt, want ik wil eventjes wat wissels doen. Want ik ben niet helemaal tevreden over hoe het nu gaat, maar gelukkig heb ik nog een paar redelijke wissels. Ik zal Fred er ook even inzetten. Heb ik misschien weer iets meer fitheid op het middenveld. En Gomez, nou kan er ook nog eventjes in. Doe ik gewoon even 3 wissels. Die Williams, dat is op zich wel een snelle speler. Dus ik hoop dat hij dan nog iets kan forceren. Ja, geen idee of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, maar het is beter iets dan helemaal niet. We moeten iets proberen. En ik ga nu ook aanvallend spelen. Ik speelde al wel druk zetten met team, maar nu dus ook nog aanvallend erbij. Gewoon, we moeten iets. Nou hier, Haaland. En schiet maar eens. Ah, dat was een redelijke kans. Kunnen hier misschien nog steeds scoren?
Ah, oh, no, net voorlangs. Oké, de kansen beginnen nu te komen. Nu doorpushen. Zorgen dat die goal gaat vallen. Oké, we hebben hier nog de bal. Even een tikkie terug. Ah, nee, niet zo'n tikkie terug. Oké, hier, dit zou wat kunnen worden. Haaland, dat was geen buitenspel. Weer die keeper. Ai. Nou, Ødegaard met de corner. En nu hebben we wel een kans. Het schot. Nee, weer niet. Maar we kunnen weer voorgeven. Met een beetje mazzel komt hij goed aan. En nou, hij kwam op zich redelijk aan, maar niet goed genoeg. Oeh, donder. Oké, nu Haaland met assist. Was buitenspel. Anders hadden we een assist gehad. Ja, maar ja, hebben we nu niks aan. Oké, we hebben nog 10 minuten. We zitten volop in de aanval. Ah, we gaan ultra-aanvallend spelen. We hebben geen keuze meer. Oh, dat deed hij lekker. Ja, niet voor mij lekker, voor hemzelf lekker. Nee, en er komen 2-0 achter. Nou, dat heb je natuurlijk wel op het moment dat jij ultra-aanvallend gaat spelen. Ja, de counters krijg je sneller om te horen. Maar dit is een beetje tegen de verhouding in. Nou, we gaan nog wel proberen even een goal te scoren met Haaland. Met een beetje mazzel gaat dat nog lukken. Of überhaupt eventjes een goal. Ja, die bal die komt ook weer niet door. Het wil gewoon niet lukken deze wedstrijd. Ik moet misschien de komende tijd weer eventjes wat meer FIFA gaan spelen. Eventjes wat meer oefenen. Ah, die komt er ook net niet door. Nou, de laatste kans van de wedstrijd. Zou dit nog wat gaan worden? Ja, ik persoonlijk denk van niet. Maar ja, je weet het niet. Hier, voorzet. Die was te hard. En die kan die ook makkelijk wegkoppen. Ja, het is nu voorbij. Het is voorbij. Gaat het niet meer worden dit? Oh, nou, misschien dat hij nog één keer kan scoren dan. Nou, keepertje. Doe je ding. Pak die bal. En goed zo. Niet helemaal goed zo. Oké, dat deed hij net. Ja, nu is het voorbij. Ah, man. Oké. Ik heb wel de kansen gehad. Ik heb ze niet afgemaakt. Het was gewoon mijn eigen schuld dat ik dit heb verloren. De volgende wedstrijd moet wel echt beter dan dit. Want anders gaat het helemaal niks worden. Maar dit is de eerste keer dat ik geen spinpunten heb verdiend. De allereerste keer. Dat is wel een beetje shit, man. Maar niet getreurd. We hebben wel 61.000 coins die we mogen gaan opmaken. Dus dat scheelt weer iets, hè. Ja, dan hebben we in ieder geval iets. Maar ik zat volgens mij in divisie 8, maar we zijn nu weer om naar beneden gegaan of zo. Volgens mij heb je dat elk seizoen of zo, dat je dan weer naar beneden kan gaan. Maar we gaan in ieder geval 61.000 coins gaan we eventjes opmaken. En dan gaan we in ieder geval Kevin de Bruyne kopen. En dan kijken we daarna nog eventjes hoeveel coins we over hebben. Hey, donders. Kan ik hem kopen? Ja, ik kan hem gewoon kopen. Oké, ik rond het af naar 46.000 coins. Maar dat betekent dat we gewoon nog 15.000 coins over hebben. Oh, dit is nice. 45.000 coins, 750 coins heb ik Kevin de Bruyne kunnen kopen. Dus dan hebben we hem alsnog in mijn team. Het is alleen een beetje jammer dat ik hem niet gratis heb weten te krijgen. Maar ja, ik heb hem ook dik niet gratis gekregen. Dan wissel ik hem wel even voor een speler op de bank. Ik zal jou trouwens even een contractje geven. Dan kan je weer een tijdje mee. Want dan kan ik namelijk die bronzen spelers langzamerhand wegkrijgen. En dan heb ik ook gewoon meteen wat betere spelers op de bank. Dus ik ga jou eventjes naar mijn club sturen. En dan zetten we hier even Kevin de Bruyne neer. Kevin de Bruyne staat hier. Dan zet ik jou even voor jou er neer. En dan heeft iedereen nog volledig teamgeest. Ja, ondertussen begint mijn team er al behoorlijk goed uit te zien. Laat me even weten in de comments wat ik moet doen als volgende upgrade. We hebben dus op dit moment 15.000 coins. Daarmee kunnen we eventueel natuurlijk een goede speler kopen. Maar wat we ook kunnen doen is natuurlijk weer eventjes gaan sparen. Zorgen dat we één andere goede speler gaan krijgen. Die we dan volgens in mijn team kunnen stoppen. Ja, bijvoorbeeld van 100.000 coins of zo. En ik heb trouwens ook nog heel veel spelers in mijn club. Ik zal even laten zien aan jullie. Misschien dat we daar ook nog eentje van kunnen toevoegen in de toekomst. Ik heb bijvoorbeeld Gareth Bale. Alleen linkt hij voor geen meter in mijn team. Dus dat is wel een beetje jammer. Smigel, die heb ik ook. Die icon. En je moet die lane icons en zo moet je even wegdenken. Maar ik heb Saka heb ik. Ik heb Gerrard. Papin heb ik vervolgens. Ik heb al deze spelers. Het zijn gewoon goede spelers. Het is wel zo. Deze spelers moet ik wel kopen voor de prijs dat ze waard zijn. Bijvoorbeeld Gerrard. Hoeveel zou jij kosten? Ik zal even prijs vergelijken. Vergelijk prijs. Nou, die kost dus 70.000 coins of zo. Dan moet ik wel 70.000 coins hebben om hem te kunnen toevoegen. Maar ja, het is misschien wel leuk om dat soort spelers die ik al mijn club heb ook wat meer te gebruiken. Want dan kunnen we helemaal een lijp team maken. Linker heb ik ook. Ik heb Oblak heb ik. Ik heb Ochoa. Ik heb Wijnaldum. Dat is ook wel nice. Maar dit zijn dus een beetje de spelers die ik in mijn club heb die ik eventueel nog kan gebruiken. Dus als jullie denken, hey, je moet die of die toevoegen. Ik heb nog wel wat redelijk wat spelers die ik daarvoor kan gebruiken. Nou ja, ik laat het er in ieder geval bij voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk de volgende aflevering gewoon weer een winpotje. Zou wel mooi zijn. Maar ja, dan heb ik in ieder geval tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk...
Ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.